En van Koekangen gaan we naar Hogeveen, waar De Weide hoofdklasse Genemuiden ontmoet. Ik heb er wel een goed gevoel over. Het zal natuurlijk super moeilijk worden om te winnen. Maar we gaan, in ieder geval lekker ons best doen om een mooie wedstrijd te spelen. Maar een tweede klasser tegen de koploper van de hoofdklasse C op zaterdag. Tja, dat zal geen gemakkelijke opgave worden. Toch is dit De Weide met Marlon Luchtenberg. Ja, dat is toch een kansje. In de zevende minuut. De Weide voor het eerst gevaarlijk. De ploeg die uitkomt in de oostelijke tweede klasse. Moeizaam begin kent van het seizoen. En eigenlijk te weinig punten heeft. Dit is Genemuiden. Jeffrey de Visser, u kent hem vast nog wel. Ex-FC Emmen. Grote kans voor hem. En opnieuw Genemuiden dat nu toch begint aan te zetten. Wat slap begon. Maar nu de weg naar voren heeft gevonden. De weg naar doelman Bas Blanke. Die met zijn vingertoppen de bal tegen de lat weet te werken. Zo, dit is een mooie aanval met Patrick Lip. De voorzet op de Visser. En ja, iedereen die heeft gevoetbald of voetbal, die weet hoe dit voelt. Wat een misser. Genemuiden opnieuw. Bal naar Willem Lanjouw. Speelde lang voor Biekwijk in Groningen. Want de laatste seizoenen voor Genemuiden. Dit is Lip. Dit moet de 0-1 zijn. Maar het is weer niet een goal. En dat betekent dat we gaan rusten met een stand van 0-0. En dat is knap van De Weide. Tweede helft. Patrick Lip. Zoals zo vaak aan de basis van een aanval van Genemuiden. Nu dan wel? Nee, weer niet. En tja, dan ga je er misschien toch in geloven. Als speler van De Weide. Maar dan gaat het snel. Het is de vijfde minuut in de tweede helft en dan is het wel raak. Jeffrey de Visser op aangeven van Koenders. Mike Koenders speelde ook voor FC Emmen. Hij bezorgt een ideale paas op de Visser en dan een strafschop. Voor Genemuiden, maar was het een strafschop? De gele kaart is voor Marco Kikkert. Dit lijkt er buiten. En lijkt het een strafschop? Tja, Hans Schrijver, de trainer van Genemuiden, zal er maling aan hebben. Want zijn ploeg komt op 0-2. Via Erik Rotman. Goedkope penalty, dat wel. Maar dan is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. En kan Genemuiden naar hartelust aanvallen. Wat een heerlijke voorzet. En wat prima afgewerkt door de Visser. Patrick Lip staat aan de basis. Met veel gevoel. Geeft hij de bal voor. En Bas Blanke, de doelman van De Weide, is kansloos. Het is 0-3. En even later wordt het 0-4. Ongelukkig. Een eigen doelpunt van Rick Mulderij. Ja, en ook Blanke zat er niet goed bij deze keer. Maar het mooiste wordt voor het laatst bewaard. De 0-5 van Patrick Lip. Dat is hij mooi. De man of the match scoort de 0-5 en daar zou het ook bij blijven. De Weide is uit de beker, deed het prima, maar aanvallend was het allemaal te weinig. Tuurlijk, maar ja, wat verwacht je? Toch? Nou, mis je af en toe wat meer lef. Ja, misschien, maar goed. Ik ga liever met 5-0 eraf dan met 10-0. Ja.